de klauw lopen, heb ik er een eind aan gemaakt. Ja, ik heb het rustige akoestische versie uitgewerkt. En dan hier. Maar dit zeg je wel. Ja, daar mag je iets meer. Dat vroeg ik me al. Ik denk, waarschijnlijk gaat hij daar iets omhoog. Maar hier krijg je dan dat hij zijn solo begint van. En maar dat volgende couplet, hoeveel coupletten, hallo, met dat schreeuwen erbij van, dat moet je helemaal doen, maar ik vind twee pagina's akoestisch vind ik mooi. Ja, dat is ook zo. Maar doe dit stukje dan eens dan nog? Dan doe ik hem hier nog even bij je laatste. Je kan ook gewoon dit doen en dan weer terugkeren naar één oefening. Eigenlijk is alleen maar en she's buying a stairway to heaven. Mag je best een beetje. En dan één zin en she's buying a stairway to heaven. En dat is zonder gitaar. Heb je hem geluisterd of niet? Ik heb hem helemaal geluisterd. Want dan hoor je na die F, hoor je dan die D. En dan hoor je. Ja, and she's buying. Ja, dat weet ik. Maar ik heb dit wel opgeschreven, maar ik dacht ook, eigenlijk moeten we hier gewoon nog even alleen dit doen. En dan kan je in twee keer zingen. En dan eindigt het in aan de muur in plaats van dit. Welke uitvoering heb jij gehoord dan? Van de plaat. En de laatste zin is geen muziek. Oh, ja, nee, oké. Dat laatste zin heb ik niet naar uitgelegd. Dan moet je nog een De allerlaatste zin, om het af te sluiten, is zonder muziek. Ja. Nou ja, ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen dat je dus dan dit op slaat eigenlijk nergens meer op. Wat is een intro voor de opmaat voor die ander. Maar hij is wel, zo is hij eigenlijk, zo moet hij. Nou, dan ga ik mee zingen.